Louis, uw eerste EK bij senioren, denk ik. We hebben al een WK achter de rug een keer. Vooral in de tribune toen zeker, in Krakau. Ja, maar alles in de tribune. Toen ik eigenlijk een peppy was, zeggen ze hier. Nog meer peppy dan nu. Heb ik inderdaad een WK meegedaan, ook in Polen, maar in Krakau. Dus ergens daar al ervaring. Het zal tof zijn als ze daar terug naartoe kunnen gaan. Ja. En dan is op terrein staan in Krakau. Ja, inderdaad. Fantastische zaal daar. Inderdaad, fantastische zaal. Alle zalen in Polen. Ik denk dat er geen land beter is om zoiets te organiseren in Europa dan Polen. De sfeer van de mensen, de belevenis, alles is gewoon fantastisch. Ik vind dat een heel tof land om te spelen. Misschien vooral in de zomer ook. De mensen komen wat meer buiten, hoor ik, van de spelers die er gespeeld hebben. En ik vind het een plezant toernooi. Ja. Misschien een land om ooit eens te komen spelen dan? Wie weet, maar Polen is wel is een topper ook. Dus, dat zou ik wel fantastisch vinden. Ja. Maar dat is nog niet voor de hand liggend, denk ik. Momenteel. Ja. En volgend jaar nog bij Gent? Ja, inderdaad. Volgend jaar bij Gent. Ik heb er wel goed in. Het zal terug een klik maken zijn, maar op zich ga ik er echt naar uit. Terug in de city, waar ik eigenlijk met een plan trek. En zowel op school als in de volleybal, met vriendin en alles eigenlijk druk. En hoe komt het dat je nog bij Gent zit? Of waarom kies je voor Gent nog? Of zit je niet bij de top 3? Waarom? Ten eerste vooral voor mijn studies. Ik heb die keuze gemaakt eigenlijk voor de zomer. Na de zomer was het misschien iets anders geweest, maar ik vind het ook belangrijk dat ik iets achter de hand heb. Mijn diploma is toch nog altijd belangrijk. Daarom heb ik daarvoor gekozen. Langs de andere kant, ik speel ook graag bij Gent sowieso. Ik vind het een toffe club. Het heeft ook potentieel, maar het heeft veel groeimarge. Het heeft eigenlijk het is een grote stad. Het heeft veel clubs rondom hem, waar ze eigenlijk talenten kunnen gaan plukken. Maar het moet wel nog iets beter, de werking moet nog iets beter. Maar ze kunnen uitgroeien. Natuurlijk, in elke club in België is momenteel het financiële het moeilijker om te groeien natuurlijk. En wat studeert je? Podologie. Ja. En hoe lang zou je nog moeten studeren? Nog 1 jaar. Dus, komend jaar zou mijn laatste jaar in theorie moeten zijn. Ik ga daar 61 studiepunten opnemen om daar eigenlijk om af mee te maken en dan iets op zak te hebben. Wat ik dan ga doen is totaal... En dan de ambitie om naar een hoger aangeschreven team in België te gaan? Graag. Ja. Zeer graag, maar dat zien we wel. Ik moet nog een jaar met bewijzen, met tonen, ook nu nog, moet ik met de komende wedstrijden, hoop ik in het meervoud, moet ik mij nog zoveel mogelijk bewijzen en dan zien we wel. Ja. Want het is deze zomer snel gegaan, hè? Je kwam op het terrein, je deed dat uitstekend. Het is snel gegaan. Ik ben ook blij dat ik de kansen heb gekregen, want dat is niet vanzelfsprekend. Ik denk niet dat iedereen dat zou durven of dat zou doen. En kansen gegrepen, ja, de meeste momenten wel, sommige kunnen sowieso beter. Maar ik voel wel dat ik echt nog veel beter moet en kan. Dus in die zin heb ik wel zin om nog te groeien. Ik heb ook al wel wat stappen kunnen zetten door met de jongens hier te zitten. Hoog niveau, goede coaching, goede trainingen, zowel van de coach, van de assistenten, als van de spelers, daar leer ik heel veel. En is nu bij Gent, gaat je dan terug libero spelen of is dat receptiehoek dat je weer gaat spelen? Daar ga ik receptiehoek spelen. Ja, de keuze waarom, ik heb altijd gezegd, als het kan, dan wil ik op de hoek spelen. Maar zoals op dit niveau is dat sowieso niet, komt dat zelfs niet te sprake. En als ik ooit hoger wil, dan eventueel hoogstgrijpende zal de dubbele rol zijn. Maar ik denk eerder niet fulltime receptie. Tegen welke ploeg zou je graag spelen in kwartfinale? Tegen welke ploeg, dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Turkije, hè? Ja, we hebben Turkije gehad. Een moeilijk team om tegen te spelen. Wel structuur, maar toch zo iets minder dan andere landen, denk ik. Een gevaarlijk team ook, die zo'n beetje alles of niet spelen. Italië hebben we van gewonnen in de World League, maar is ook wel een totaal andere ploeg. Er zijn een paar versterkingen bijgekomen, dus ik kan niet goed inschatten. We gaan straks 2 sets kijken en dan gaan we zien wat we het liefst zouden hebben en wat dat eigenlijk gaat worden. Ja. Want ik had het er met Steven over, er wordt veel over gesproken dat Vital hier goede herinneringen heeft in Katowice met brons.
Maar er zijn nog vijf, denk ik, als ik juist geteld, nog vijf andere leden hier die ook in Polen een bronzen medaille gehaald hebben op NK. Absoluut, inderdaad. Dus ja, het wordt zeer spannend. Het is wel leuk in deze campagne. Iedereen kan van iedereen winnen. Iedereen heeft ook ongeveer al van iedereen gewonnen hier. Dus alles kan en er is geen één ploeg waarvan je zegt, oké, die gaan Europees kampioen worden. In het begin leek dat zo, maar ik denk dat nu echt iedereen kan. Ja. Zelfs Goud. En tegen Italië, we hadden er met Steven over dat er eigenlijk nog een rekening tegenover open staat. Want jullie hebben toen op het EK junioren verloren. Mm-hmm. Tegen onder andere Randazzo en Gianelli daarbij. Ja, dat klopt. Dat klopt. Langs de andere kant met jeugd hebben we Gianelli. Ook is na drie oefenwedstrijden 3-0 verloren. De eerste wedstrijd van TK in Bosnië 3-1 van gewonnen. Dus dat was ook wel plezant. Maar inderdaad, ja, er staan, als we zo gaan rekenen, staan er nog heel veel rekeningen open, denk ik, bij iedereen. Dus daar kunnen we niet naar kijken. Maar ik denk dat beide ploegen een haalbare kaart zijn. En als we ons niveau halen, kunnen we zeker goed meespelen. En dan zien we wel wat het wordt. Ja. En nu, sinds het TK, speelde eigenlijk een beetje wissels uit met u en Jelle. En hoe is dat juist? Wie komt er wanneer op? De bedoeling is eigenlijk dat Jelle de floats pakt, de floatsers, en ik de jumpsers. En dan, ja, normaal gezien blijven we dan staan in defense. De laatste match heb ik dan defense genomen tegen Nederland. Maar normaal is het wel zo. Het is wel een beetje veel over en weer lopen. Tegen Frankrijk hadden we een beetje het geluk dat de serveerders, alle jumpsers na elkaar kwamen, dus drie na elkaar en dan drie floaters na elkaar. Dat was wel ideaal, omdat we dan een beetje op veld konden blijven en dan ons konden klaarmaken om terug, dat we niet te veel over en weer moesten lopen. Ja. We kunnen wel beter in de match komen, anders is het iets moeilijker. Ja, want dat lijkt me inderdaad als libero moeilijk, je staat eigenlijk een tijdje aan de kant en dan moet je plots direct een goede bal afleveren. Ja, inderdaad. Ik snap sowieso de bedoeling ervan en blijkbaar heeft het ook resultaat, zo te zien, dus dat is perfect. Dus als een van uw werkpunten is float service opvangen? Ja, absoluut. Ja. Zo goed als Jelle dan, hè. En beter misschien. Ja, dat is sowieso een werkpunt, ik weet het van mijn eigen ook. En zelfs jump is zeker een werkpunt. Op dat niveau zijn er zijn echt wel bommen. Want het is absoluut een meerwaarde om hier te staan. Goed, zo zoet in Krakau zien hebben we dat gehad, tegen de Russen. Ik hoop het. Bedankt. Alsjeblieft.